Om één voorbeeld te geven, een muzieknummer dat op de radio gedraaid wordt, Studio Brussel, Radio 1, brengt ongeveer 6 euro per minuut op. Ja, 6 euro per minuut. En die 6 euro gaan naar de auteurs en de componisten. Krijgen die dan rechtstreeks die 6 euro? Nee, want Sabam krijgt playlists van de zenders, past daar een verdeelsleutel op toe, enzovoort, enzovoort. Daar zit een zeer ingewikkelde formule achter, dus alleen al daarom is het bijzonder moeilijk om te zeggen hoeveel zij daar nu van krijgen. Maar je hebt verschillende soorten rechten. Je hebt het publiek mededelingsrecht, bijvoorbeeld op de radio, maar je hebt ook het mechanisch reproductierecht. Telkens bijvoorbeeld een nummer, een muzieknummer, op een website wordt gezet, of telkens een nummer wordt gestreamd op YouTube, Spotify, SoundCloud, noem maar op, daar wordt ook een heel klein stukje mechanisch reproductierecht voor betaald. Maar dat is zeer klein. Dus het is uiteindelijk één groot kluwen en het is bijzonder moeilijk om te zeggen van als je als artiest één keer gestreamd wordt op Spotify, verdien je zoveel. Laat staan, verdien je zoveel aan auteursrechten. Dus dat is eigenlijk bijna niet te doen. Ja, ook voor videoclips en zo enzovoort, die op YouTube, Vimeo enzovoort gespeeld worden, is dat onmogelijk om te zeggen. En dan moet je ook weten dat bijvoorbeeld het Europese systeem van auteursrecht volledig anders in elkaar zit dan het Amerikaanse systeem van auteursrecht. Dus dat wil zeggen, als jouw werk, een clip bijvoorbeeld of een audiovisuele productie, op een Amerikaanse site gestreamd wordt, dan is het bijna onmogelijk om daar jouw auteursrechten van te krijgen, want het systeem zit anders in elkaar. YouTube heeft dus een deal met Sabam. YouTube betaalt auteursrechten via Sabam. Vimeo doet dat niet. Facebook doet dat ook niet, bijvoorbeeld. En dat is ook een probleem dat Sabam ervaart. Zij hebben zusterverenigingen in heel wat landen. Maar bijvoorbeeld in Amerika is het bijzonder moeilijk om daar de auteursrechten te gaan halen en te gaan verdelen.